is mijn geld nou? Ja, ik zie iets. Zo, daar ga ik wat lekkers van kopen. Yeah! Later om advies vragen. Hallo jongens en meisjes. Ik ben Lavetsi en ik doe deze week onderzoek naar geld. Ja, staat ook wel bekend als doekoe, donnies, knaken of gewoon euro's. We hebben een heleboel vragen binnengekregen en ik ga er elke dag één behandelen. Oh, daar zullen we de eerste hebben. En volgens mij is dat van Kelly. Hallo Lavetsi, we zijn natuurlijk allemaal zo gewend dat er geld is. Maar waar ik nou eigenlijk benieuwd naar ben, waar komt geld vandaan? En wat is digitaal geld? Nu je het zegt, dat is eigenlijk een hele goede vraag. Ik heb geen idee. We gaan op onderzoek uit. Kom. Even kijken. Hé, een financiële kant. Die weten alles van geld. Nou, hier word ik niet wijzer van. Waar komt geld vandaan? Aha! Geld komt van de bankrekening. Maar hoe komt het daar dan? Misschien dat iemand ons kan helpen. Ik ga een leraar bellen. Hallo, met Tim. Hallo Tim, ik wil graag weten waar geld vandaan komt. Weet jij dat? Heel lang geleden, voordat er geld was, deden mensen aan ruilhandel. Een boer had bijvoorbeeld kippen, die legde eieren. En die eieren ruilde hij tegen de vis van een visser. Maar je kunt je voorstellen, vis blijft niet heel lang vers. En daarom zochten mensen naar middelen om te ruilen. Een van de eerste ruilmiddelen was zout. En daar komt ons woord salaris vandaan, want sal betekent zout in het Latijn. Maar er werden ook schelpen, veren of kralen als ruilmiddel gebruikt. Vanaf ongeveer 500 jaar voor Christus komen de eerste gouden en zilveren munten. En zoals je weet, we hebben nog steeds contant geld. Oké, maar wat is digitaal geld dan? Nou ja, als je geld gespaard hebt, wil je dat natuurlijk veilig bewaren. En dat kan bij een bank. Ze houden precies bij hoeveel geld je hebt. En je kunt het daar ook weer opnemen en ermee betalen. Zoals met je bankpasje of met je telefoon. Helemaal digitaal dus. Wow, wat gaaf zeg! Dankjewel. Weer wat geleerd. Dit was de eerste vraag van Monnie Weetjes. Morgen gaan we weer wedden op onderzoek uit met een nieuwe vraag.